Johnny, goedemorgen. Hey, goedemorgen man. Ik begreep dat je wat opstartproblemen had. Ja, dat klopt. Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie en die kindjes... Ik ben in een rep-roer vanochtend. En sowieso natuurlijk, is er veel aan de hand. Nou ja, dat is wel het geval. Ik zat te denken, Johnny, er zijn slechtere dagen om op in ieder geval nieuwswaardig te beginnen met je talkshow. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is een heel dubbel gevoel. We hebben vakantie gehad. We hebben een goed eerste deel van het seizoen gehad. We hebben veel geleerd. En met frisse moed wil je dan beginnen aan zo'n tweede deel. En absoluut een dubbel gevoel. Omdat er ontzettend veel speelt. En dat is natuurlijk voor heel veel partijen heel vervelend. Met name natuurlijk de mensen die hier, die hier te maken mee hebben gehad. De kandidaten, dat wens je niemand toe. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook emotie bij de familie. Dus het is heel dubbel. Misschien een gekke vraag hoor, maar is het zo dat je dan ook nog even belt met de familie? Van joh, hoe komt het nieuws bij jou binnen? Want wat je zelf zegt, dat betrekt ook jouw familie. Hoe gaan die er dan mee om? Heb je daar dan contact mee dit weekend? Dat je even appt en belt en zo van, joh, gaat het wel? Ja, tuurlijk. Ik ben gisteren teruggekomen. Ik ben meteen even bij Linda langs geweest. Uiteraard bespreek je dat met elkaar. Maar ik denk gewoon dat het belangrijkste is dat we even donderdag moeten afwachten. Ja. Dat we het onafhankelijk onderzoek moeten afwachten. Voordat we allemaal insinuaties gaan doen, voordat we allerlei dingen gaan overnemen, vingers gaan wijzen. Ik denk wat er nu is gebeurd, dat is al heftig genoeg. Laten we nog heel rustig afwachten en kijken wat dat brengt. Maar ja, daar zullen we het vanavond natuurlijk ook over moeten hebben. Precies. Ik kan me voorstellen, want hier in de ochtend, zo'n ochtendshow hebben we het er ook over. Hè? Je pakt de kranten erbij, het nieuws. Hoe ga je dit behandelen? We hebben bijvoorbeeld bij de luisteraars neergelegd of de Voice of Holland kan terugkeren als programma. En eigenlijk de conclusie van heel veel luisteraars is dat het toch een beetje op dit moment in ieder geval gek voelt. Als dat terug zou komen. Is het al bekend wie jij vanavond in de show hebt om 19:30? Nou ja, eigenlijk iedereen van ITV, van Talpa en RTL hebben nu een statement gemaakt en gezegd even afwachten. Dus eventjes donderdag afwachten, even het onderzoek afwachten. Want we weten natuurlijk eigenlijk nog maar heel weinig. De geruchtenmachine draait natuurlijk op volle toeren, maar eigenlijk weten we nog heel weinig. Hè. We weten dat er brieven zijn binnengekomen vanuit Boos bij deze drie partijen, maar ook bij Ali en Jeroen. Jeroen heeft van zich laten horen, Ali ook. Ja, verder blijft het nu natuurlijk gissen, dus ja, kan je nu al zeggen van moet zo'n programma terugkomen, ja of nee? Nou ja, ik denk als ze echt heel veel mensen vanaf weten, en dat onderzoek moet blijken. Dan niet natuurlijk. Ja. Maar als het gewoon een paar rotte appels zijn, wat je natuurlijk hoopt dat het is. Mm-hmm, dat het daarbij blijft, ja. Dan moet je ook nog maar zien of het door kan gaan. We weten gewoon nog te weinig ervan. Maar mag ik jou misschien nog een persoonlijke vraag stellen? In dit geval is redelijk wat natuurlijk persoonlijk. Maar ik ken ook best wel veel roddels uit de tv-wereld. Maar er wordt ook veel gezegd van ja, waarom hebben mensen hun mond gehouden? Maar ja, ik hoor ook wel eens dingen via. En dan denk ik ook van ja, is dit waar? Ik kan er natuurlijk niet heel veel mee. Hoe is dat voor jou? Nou ja, want jij zou ook wel eens dingen horen van andere programma's. Overal gebeurt shit, weet je wel. Hoe ga je daarmee om? Ik denk dat het heel in deze tijd heel erg belangrijk is en ook heel erg lastig is van waar trek je de grens? Kijk, in ieder programma die ik heb gemaakt ging er een regisseur met een productieassistent. Maar dat was gewoon met wederzijds consent, zeg maar. Ja. Op het moment dat er iets niet door de beugel kan, ook al heb je het van heersen, dan ben je daar toch wel moreel verplicht om dat te gaan uitzoeken. Wat voor cultuur er ook heerst of wat voor... Dan moet je aan de bel trekken. En als je echt dat soort dingen hoort, ga dan altijd eventjes praten met vertrouwenspersonen, met de persoon zelf. Dan moet je aan de bel trekken. En wat er nu gebeurt, is natuurlijk een soort beerput die opengaat. Ook programma's die ineens roepen, ja, ik kreeg een anonieme beller en die zei dit. Want je kan natuurlijk... Heel veel zeggen. We moeten even rustig afwachten, denk ik. Er is al heel veel shit geweest. Het is nogmaals voor degene die... Ja, die dit hebben moeten doorstaan, de kandidaten, vreselijk. Kan niet door de beugel, punt uit. Ja. Voor je talkshow vanavond nog even met je pa gebeld? John de Mol, ik kan me voorstellen dat die er ook wel wat van vindt. Ja, zeker. Zeker. En dat zal vandaag nog wel een paar keer gebeuren, maar...
Ja, weet je, wij zijn een talkshow, we moeten het erover hebben. Ja, tegelijkertijd moet je wel uitkijken dat je niet mensen neerzet en zeggen, oh ja, die komt uit die hoek of uit die koker. Nou ja, dat is natuurlijk wel bijvoorbeeld in shownieuws, daar is best wel veel wat over te doen. De vorige keer ook, toen ging het rondom Marco. Ja, ik wil niet zeggen dat het victim shaming is geweest, maar het is wel zo, het is toch wel wat, ja, het voelt af en toe misschien een beetje gek dat het uit de hoek van de mol komt en dat ze dan wel, misschien als je kijkt naar het hele spectrum, iets meer die kant kiezen af en toe. Probeer ik voorzichtig te zeggen. Dan. Die programma, ook Boulevard, die horen onafhankelijk te moeten kunnen opereren. Ja. Dus dat is ook, weet je, als daar dingen gezegd werden bij RTL toen ik daar nog zat. Er werd iets gezegd wat je niet leuk vindt. Dus het is dan niet de bedoeling dat RTL Boulevard gaat bellen. Die moeten wel onafhankelijk kunnen opereren. Ja, maar het is ook logisch. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook niet objectief.